God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier mogen zijn. Dank u wel dat wij in deze vrijheid hier mogen leven. En dat wij openlijk uw woord mogen verkondigen in Nederland. Heer, ik wil u even vragen voor, dank u voor Timothy. Dank u wel dat hij hier is en dat hij een mooi woord heeft voorbereid. Heer, ik wil u zo vragen of u hem wilt zegenen. Terwijl hij het woord gaat openen, wilt u door hem heen werken? Wilt u de woorden in zijn mond leggen? Want uiteindelijk gaat het om u en willen we u alles... Ja, u de eer geven. Hè? En zegen hem, zegen zijn gedachten, zegen zijn woorden. En dank u wel voor wat u gaat doen vandaag. In Jezus' naam, amen. Amen. Dankjewel. Zo, ik zal mezelf eerst heel even kort voorstellen. Ik ben Timothy Kok, 27 jaar. Actief als jongerenwerker in Zoetermeer. Kijk, daar wordt iets naar binnen gereden. Fantastisch. Geef ook hun even een applausje. Ja super. Hey, volgens mij, toen ik hier binnenkwam, toen hoorde ik al een beetje van... mensen hebben niet zo heel lang geslapen. En dat hoorde ik daarnet ook weer. Volgens mij was het een beetje koud, of niet? Ja, hè? Oké. Okay. Zijn jullie ondertussen een beetje opgewarmd? Dat ik kan zeggen van, we werken een beetje met een warme zaal. Ja, toppie. Dat is mooi. Dus we werken met mensen die een beetje opgewarmd zijn. Dat is top. Hey. Toen ik nadacht over het thema Jesus is greater than everything... en toen ik ook het thema voor deze preek kreeg... toen dacht ik, hier kan ik wel wat mee. Gisteren hebben jullie het namelijk gehad over Jezus als redder. Klopt dat? Ja, oké, Jezus is jouw redder. Maar heel eerlijk, de kans is best wel groot dat jij hier zit... en dat jij gewend bent om naar de kerk te gaan. Dat je al je hele leven misschien gelovig bent opgevoed. Die kans is best groot. En toch, ook al hoor je misschien je hele leven verhalen van wie Jezus is... soms blijven wij als gelovigen toch een beetje te veel haken bij Jezus is mijn redder. En dit weekend gaat je verder helpen dan dat en dat wordt hartstikke gaaf. En ik geloof ook dat Jezus meer is dan alleen een redder voor jou. Voor jou. Ik heb het over jou. Deze boodschap die hoeft niet over jouw hoofd heen te gaan. Die is niet alleen bedoeld voor jouw buurman of degene die achter jou zit. Voor jou. Jezus is jouw redder, daar ben ik van overtuigd. Maar hij is meer dan dat voor jou. Dat weet ik zeker. In eerste instantie komen we erachter dat we een redder nodig hebben... doordat we ook zien dat er zonde is in de wereld. Dat we zien dat we dingen verkeerd hebben gedaan. En dat is in eerste instantie dat moment dat je beseft dat je een redder nodig hebt. En heel veel mensen hebben een beetje daarbij dit plaatje voor zich. Hij mag naar een plaatje toe. Ik weet niet of die kan worden laten zien. Maar er komt zo'n plaatje dan eventjes naar voren. Ja, dat is dit plaatje. Je hebt aan de ene kant heb je de mens staan en daar heb je dan God staan. En er zit een grote kloof daartussen. En die kloof is eigenlijk gekomen door de zonde. En eigenlijk heeft God ons perfect en helemaal heel en mooi gemaakt. Je zou kunnen zeggen, deze ballon is perfect. Dat komt niet omdat ik hem heb opgeblazen, maar dat komt omdat hij gewoon heel is. Hij doet wat hij moet doen. Hij is nog helemaal heel. Hij ziet er goed uit. Alleen zonde verstoort een beetje dat beeld. En het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit hoe groot die zonde is. Je kan best wel een grote zonde hebben. Dan verpest je dat perfecte plaatje. Maar goed... je kan ook zeggen, dat was een hele grote zonde. Iemand vermoorden, dat heb ik nooit gedaan. Maar ook als die ietsje kleiner is, verpest je die perfectie van God. Gods heiligheid. We lezen in de Bijbel dat God heilig is. En heilig wil eigenlijk zeggen, apart gezet. Zo perfect. Hij is eigenlijk zoals niemand anders. Hij is zo perfect. En die heiligheid betekent dat hij apart staat van al het andere. Eigenlijk bijna een soort van onbereikbaarheid. Alleen God wil wel bereikbaar zijn. Maar ook met de kleinste zonde. Je kan het waarschijnlijk niet eens zien, maar ik heb hier een naald bij me. Ook met die kleinste zonde die je kan doen. Misschien is het ooit als kind dat je een snoepje hebt gestolen. Missen we die perfectie en die heerlijkheid van God. En dan komt er een kloof. Wij missen eigenlijk ergens een beetje die glorie van God. Die missen wij. En als je wat langer christen bent, dan weet je ook dat het volgende plaatje wat nu naar voren komt, dat dat ook waar is. Jezus heeft dit voor jou gedaan. Hij is de brug tussen jou en tussen God. Dat is Jezus als redder. Hij heeft jou gered. Jezus zegt zelf ook, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat zegt hij omdat hij weet dat hij dat is. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij weet dat hij de brug is tussen mensen en God. Hij weet dat hij dat is.
Even later zegt Jezus in datzelfde boek waar je deze tekst kan lezen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Even later in datzelfde boek bidt hij een gebed en zegt hij. En dit is het eeuwig leven dat zij, en dan bedoelt hij zijn discipelen, de mensen, dat zij God kennen. Eeuwig leven is dat je God mag kennen. En die kloof die tussen ons en God zat, die heeft dat eigenlijk een beetje verhinderd. We hebben het eigenlijk in die zin allemaal een beetje verpest bij die perfectie van God. Bij die heiligheid van God. En daardoor kunnen we hem misschien niet meer volledig kennen. Dat. En God heeft Jezus gestuurd om daartussen een brug te zijn. En we mogen door Jezus God weer leren kennen. Maar weet je wat het is? Soms beelden wij ons in, en dit idee krijg je misschien ook onbedoeld mee in de kerk of in allerlei preken, dat God eigenlijk een beetje de hele geschiedenis lang heeft afgewacht totdat hij eindelijk een keertje met deze oplossing kwam. Totdat hij eindelijk een keertje Jezus naar deze aarde stuurt voor jou. Hij heeft heel lang gewacht en hij heeft mensen een beetje laten aanmodderen. En ondertussen was het misschien wel een hele boze God die klaar stond met zijn bliksemschicht zo op een wolk. Zo van, nou, ga je wat fout doen? Hier, tjaka, zoiets. Dat. Soms hebben wij nog steeds dat beeld van die God. Of zien we God als een soort van gespleten persoonlijkheid. In het Oude Testament was het een boze oude man. Maar toen Jezus kwam, werd hij poeslief en was alles goed. En soms krijg je dat idee een beetje mee. Maar weet je, God heeft altijd al het verlangen gehad om met mensen contact te hebben. Waarschijnlijk ken je het verhaal in Genesis wel, waar Adam en Eva die eerste zonde doen. Waar zij eigenlijk het eerste moment die ballon doorprikken. Dat ken je waarschijnlijk wel. En God gaat op zoek naar de mens en hij zegt, waar ben je? Ik geloof echt dat God die vraag niet heeft gesteld, omdat hij niet wist waar Adam was en waar Eva was. Hij was niet een soort van verstoppertje aan het spelen of dat ze zo achter een boom zaten. Zo van, nou, misschien ziet hij me niet, zoiets. God wist echt wel waar ze waren. Maar hij stelt de vraag omdat hij daarmee duidelijk wil maken, ik ben op zoek naar jou. Ik wil jou. Ik hou nog steeds van je. Ik weet dat het fout is gegaan, maar ik hou van je. Waar ben je? Kom tevoorschijn. Ik hou van jou. Hij wilde contact met de mens. En door de geschiedenis heen heeft hij altijd geprobeerd om die kloof te overbruggen. Om bij mensen te zijn, om bij ze te wonen. En hij is dus niet een andere God vroeger dan nu. Hij was niet in het Oude Testament anders dan nu Jezus is gekomen. En God heeft niet alleen dat kruis zo in het midden van die kloof geplaatst, waardoor jij kunt oversteken naar de andere kant. Het is eigenlijk de bedoeling dat als jij daarvoor kiest om die oversteek te maken, dat je dan ook aan die andere kant blijft. Het is niet een brug die gemaakt is om daar te blijven, zodat je op een gegeven moment weer terug kan. Het is niet een brug die er staat, zodat jij kan zeggen, nou, ik kom af en toe even bij God, want dan mag ik bij God zijn. Als ik het een beetje te lastig vind of te spannend, dan ren ik gewoon weer terug naar mijn eigen zondige ik. Zoiets. Of naar mijn eigen ik, waar ik mijn plannetjes bedenk en waar ik lekker doe wat ik leuk vind. God wil eigenlijk dat jij iets gaat doen. En ik heb een plaatje meegenomen van een of andere meneer. Dat is deze meneer. Waarschijnlijk heb je hem niet in je geschiedenislessen op school gehad. Wie herkent hem? Oh, nou, ja, misschien. Dit is Hernán Cortés. Hernán Cortés. Die naam mag je weer vergeten na dit weekend. Helemaal goed. Maar deze man is bekend geworden omdat hij ergens, en volgens mij is het jaar 1500 nog wat, maar anders moet je het maar even googlen, heeft hij eigenlijk in dienst van het Spaanse Koninkrijk gestaan. Dat Spaanse Rijk was best wel groot, het heeft best wel veel gebied veroverd over de hele wereld. En zijn zwager, dus de broer, of zeg maar de man van zijn zus, ja, de man van zijn zus, die is namens Spanje gouverneur over heel Cuba. En op een gegeven moment zegt die zwager van hem tegen hem, hey luister, jij mag op tocht eigenlijk, jij gaat varen en jij gaat naar wat we nu Mexico noemen en daar ga je handel drijven met de inheemse bevolking. Wij willen handel drijven, we willen rijker worden, we willen ons rijk uitbreiden. Maar, zegt hij er wel bij, je gaat niks veroveren. We gaan geen oorlog maken, je gaat niks veroveren, want dat komt alleen naar mij toe. Als er iets veroverd wordt, dan moet het op mijn naam staan, niet op jouw naam. Nou goed, die Hernán Cortés in de weken daarvoor, in die voorbereidingen, begint hij eigenlijk steeds meer vragen te stellen van, ja, maar ik krijg toch wel soldaten mee ter bescherming? Ja, ja, dat krijg je, ja, oké. Nou, en mag ik die soldaten dan ook gebruiken als het echt gevaarlijk wordt? Ja, 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 dat mag, ja. En uiteindelijk, door heel veel vragen te stellen en door dingen een beetje eigenlijk uit te onderhandelen, heeft hij ervoor gezorgd dat hij die soldaten mag inzetten, zolang het maar nuttig is voor het Spaanse Koninkrijk. En dat is een heel breed begrip. Een heel breed begrip. En ergens voelt zijn zwager al een beetje onraad, die ruikt onraad. Die denkt, ja,
dag, dadelijk gaat hij wel zitten veroveren. Gaan we niet doen. Dus hij trekt gewoon de stekker uit die hele operatie. Hij zegt, jullie gaan niet die kant op. Maar Hernán Cortés gaat toch. Hij neemt 630 soldaten mee in 10, 20 schepen, zoiets. En hij gaat toch naar die oostkust van Mexico. En, nou ja, je raadt het al, hij gaat toch zitten veroveren. Maar weet je wat hij doet op het moment dat hij daar aankomt in Mexico? Hij zegt het volgende. Hij mag naar de volgende dia. Hij zegt het volgende. Verbrand de schepen. Hij heeft 630 man bij zich in iets van 10, 20 schepen. En op het moment dat ze op de kust aankomen, zo gaat het verhaal, zegt hij, verbrand de schepen. Wat? Hij heeft niet gevraagd zo van aan al die 630 mensen van, hé, wil je even je hand opsteken als je het ook een goed idee vindt om die schepen in de fik te zetten, zoiets. Nee, hij heeft gewoon gezegd, verbrand de schepen en het gebeurde. Dus de schepen zijn verbrand. Kun je je even één moment voorstellen hoe dat moet zijn voor jou als jij een soldaat bent van Hernán Cortés op dat moment? Je komt aan op een vreemd gebied waar je niet weet waar je bent. En iemand zegt, verbrand dat schip waarmee jij bent gekomen. Je zit opgesloten daar. Er is geen weg meer terug. Die is er niet. Het enige wat je eigenlijk nog kan kiezen is nu wel luisteren naar Hernán Cortés. En deze man is dus nu op de vlucht voor het Spaanse koninkrijk. Hij wordt vanaf nu gezocht. Maar zijn mannen, die moeten naar hem luisteren. Die zitten vast bij hem. En ergens heb ik het idee dat we soms eigenlijk dat voorbeeld wel nodig hebben. Niet omdat God ons wil opsluiten op een nieuw gebied waar we niet willen zijn. Maar God vraagt je eigenlijk wel, als jij over die brug bent gelopen. Als jij die kloof hebt overbrugd. Als je naar God toe bent gekomen. Wordt het dan niet eens tijd dat je die brug achter je in de fik zet? Dat je niet zegt, ja, maar ik vind het wel fijn dat die brug er nog staat als een soort reserve. Als ik zo'n beetje mijn bedenkingen heb bij God, dan loop ik gewoon weer terug of zoiets. Hij vraagt eigenlijk, wil je gewoon de weg terug? Wil je die verbranden? Wil je daar afscheid van nemen? En God doet het dan met een vraag. Jij mag hem achter je verbranden. En je mag daardoor op een plek zijn waar je wel wil zijn, want daar heb je zelf voor gekozen. Dus iets anders dan bij Hernán Cortés, waar die mensen opsluit en geen vraag stelt en gewoon de schepen achter zich verbrandt. Maar jij kunt er zelf voor kiezen om die brug of dat schip achter jou te verbranden. Als je de oversteek hebt gewaagd. Als je klaar bent met zonde. Maar het moet wel jouw keuze zijn. Jij moet op een punt komen dat je zegt, ik ben klaar met mijn oude leven. Ik ben klaar met mijn zonde en ik maak de keuze om voor God te leven. En niet meer voor mezelf. Ik prikte net een paar ballonnen door om te laten zien wat zonde is, maar de Bijbel zegt ook dit. Wanneer je de zonde dient, dan leidt dat tot de dood. Dat schrijft Paulus. Wanneer je de zonde dient, dan leidt dat tot de dood. Heftig. En dat voelen we niet misschien elke dag, dat zien we niet elke dag. Maar het is wel zo dat we door zonde eigenlijk onszelf aan de overkant van die kloof van God plaatsen. En ik zei net al, Jezus heeft ooit gebeden, God kennen, dat is eeuwig leven. Als wij onszelf verwijderen van God, als wij aan die andere kant gaan staan, zeggen we eigenlijk, we willen u ook niet eens kennen. Wij willen weg van dat eeuwige leven. En zonde leidt op die manier tot de dood. Een andere tekst van Paulus zegt, het loon van de zonde is de dood. Dat is de beloning die erop volgt, opdat je zondigt. Zo, dat is een leuke boodschap, Tim. Ik voel me al helemaal bemoedigd. Toppie, lekker, we gaan dit weekend in. Maar dat is wel wat het is. We zitten een klein beetje met een probleem. Alleen je hebt gisteren ook gehoord dat Jezus daar is gekomen om dat probleem op te lossen. En dat Gods hart ernaar is om dat probleem op te lossen. God heeft die kloof niet bedoeld en niet gewild. Hij wil niet dat jij op afstand staat van hem. Als er iets is wat je uit deze preek meeneemt, laat het dan zijn, God houdt van jou. Daar ben ik 100% van overtuigd en als dat is wat je uit het weekend meeneemt, is mijn missie geslaagd. God houdt van jou. En er is niks wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat hij niet van je houdt. Snap je dat? Soms is dat een beetje gek, hè? Aan de ene kant is er afstand tussen ons en God, maar mogen we wel weten dat hij van ons houdt. En dat is soms een beetje lastig te rijmen, maar dat is wel hoe het werkt. En het is wel zo dat God zijn hand uitstrekt naar jou en zegt, kom, ik wil jou. Ik heb jou op het oog, ik hou van je. Het is God die eigenlijk ook aan jou die vraag stelt, waar ben je? Op het moment dat je verstopt zit. Nadat je misschien plaatjes hebt gekeken op het internet die je niet moet kijken. Op het moment dat je misschien veel te ver bent gegaan met drinken. En dat je in zo'n staat bent dat je jezelf eigenlijk niet meer herkent. God houdt van jou.
Jezus is groter dan jouw verleden. Jezus is jouw heiligmaker. Hij mag naar de volgende dia. Jezus is groter dan jouw verleden. Hij is groter dan alles wat jij ooit verkeerd hebt gedaan. Hij is zoveel groter dan dat. Dus al die zonden, al die dingen die misschien ooit een keer zo'n ballon hebben lek geprikt, door Jezus hoeft het niet meer zo te zijn dat dat jou weghoudt bij God. Snappen jullie dit een beetje? Ik zit toch tegen een beetje vermoeide gezichten aan te kijken, zie ik zo. Hè? Ja, was een zware nacht. Maar ik hoop dat je dit pakt. Ik hoop dat je dit snapt. Er hoeft geen afstand te zijn tussen jou en God. Hij houdt van jou. En hij wil jou zo graag bij zich hebben. En weet je, soms hebben wij ook een beetje dat beeld gecreëerd voor onszelf, dat het dan eigenlijk zo gaat. Ja, we leven nou eenmaal in een zondige wereld en we staan hier op aarde. En ja, ik kan er eigenlijk ook niet eens zo gek veel aan doen dat ik zondig. Dat zegt Paulus ook. Ja, ik zondig terwijl ik het niet wil. Dat soort dingen. Maar goed, hè, misschien ooit, ja, als ik dan voor Jezus kies, dan zit ik mijn leven uit. Dan heb ik in ieder geval mijn ticket naar de hemel, die heb ik vast. En dan leef ik mijn leven een beetje uit en dan ooit ga ik een keer dood en dan komt er een grote reddingshelikopter die je nu achter mij gaat zien verschijnen. En die komt mij dan ophalen van deze aarde. En dan komt er zo'n touwtje zo en daar zit dan Jezus en die pakt mij dan en die neemt mij mee zo naar de hemel. Dat is een beetje gek gezegd natuurlijk, maar dat is wel soms het beeld wat we hebben. Deze wereld is zo kapot en dan als ik dood ben, dan wordt alles beter. Dan gaat Jezus gaat mij redden en dan vliegt hij weg naar de hemel en dan is het daar voor altijd goed. Maar dat is ook niet Gods bedoeling. God heeft niet gezegd, hey, luister Adam en Eva, vanaf nu zijn jullie sterfelijk, jullie gaan een keer dood en dan ben je bij mij welkom in de hemel, zoiets. Nee, God heeft altijd eigenlijk geprobeerd om hier en nu al te herstellen. Dat herstel is niet pas voor later. Als jij voor Jezus kiest, is dat niet een ticket waarmee je moet wachten. Zo, nou, weet ik veel, ik ga de rest van mijn leven gewoon doen wat ik leuk vind. En dan later, dan ga ik naar de hemel. Nee, dat ticket is eigenlijk bedoeld om ja, eigenlijk gewoon bij je te houden, in je hart op te sluiten. Om te zeggen, ja, dit is het. En dat eeuwige leven, dat mag nu al beginnen. Want als eeuwig leven is dat je God kent, dat zegt Jezus. God kennen is eeuwig leven. Als jij besluit om over die brug heen te gaan en zegt, ja, ik wil dat eeuwig leven ingaan, ik wil met God leven voor altijd, dan begint dat nu al. Dan mag je daar nu al in leven. Dan mag je nu al weten dat God nu voor altijd met jou leeft. Dan zeg je, ja, er zitten misschien een paar grijze mensen in de zaal, sorry, maar ooit word je een keertje oud en grijs en dan, ja, je gaat toch een keer dood of zo, toch? Ja. Ja, zeker, jouw lichaam gaat echt een keer dood, maar jij mag voor eeuwig leven. Jouw ziel en jouw geest zullen voor eeuwig leven op het moment dat jij de keuze maakt om Jezus te volgen. En dan is het niet alleen die reddingshelikopter die jou ergens naar een andere veilige plek brengt, dan is het eigenlijk die reddingshelikopter die misschien wel een noodpakketje bij jou komt brengen. Ik weet dat je hier staat in een wereld waar het moeilijk is om niet te zondigen. Ik weet dat je hier staat in een wereld waar elke dag mensen worden vermoord, verkracht, weet ik het wat. Maar hier heb je een pakketje. Hier is dat eeuwig leven. En die zonden van de wereld hoeven jou niet meer te raken. Jij mag vanuit dat pakketje mag je weer gaan uitdelen. Je mag andere mensen gaan inspireren om ook voor Jezus te leven. Ook voor God te leven. Volgens mij horen jullie me niet. Ja, wel hè. Je mag voor God leven, voor eeuwig. Dat heeft hij nu al voor jou geregeld. En weet je wat het is? Daarvoor is het wel nodig dat je zelf echt afrekent met je verleden. Het volgende plaatje laat iets zien. En ik denk dat je wel kan raden wat het is. Het is een beetje een oud schilderij, ik zal een beetje aan de kant gaan staan. Ja, je ziet een zee splijten en dan weet je eigenlijk al genoeg. Dit is het moment dat volk door een gespleten Schelfzee naar de overkant gaat. Maar weet je, God zegt eigenlijk, laat mij maar afrekenen met je verleden. De Egyptenaren die jou in slavernij houden, daar reken ik mee af. Alles wat jou in slavernij houdt, alles wat jou dwingt tot weer opnieuw zondigen, daar reken ik mee af. En ik noemde net eventjes gewoon maar twee voorbeelden. Van te veel drinken of verkeerde plaatjes of filmpjes kijken of wat dan ook. Maar misschien raakt dat jou wel. Misschien denk je van, joh, ik zou eigenlijk wel wat aardiger willen zijn. Maar ik kan niet helpen dat ik telkens over mensen roddel. Of dat ik kwaad spreek over mensen. Of dat ik er gewoon in mijn liefdesleven een zooitje van maak. Maar God laat die zee weer dichtgaan over al die dingen. Jezus is groter dan jouw verleden. Dat geloof ik echt. Als je dat ook gelooft, mag je amen zeggen als ik het nog een keer zeg. Jezus is groter dan jouw verleden. Oké, nog een keer. Jezus is groter dan jouw verleden. Oké,
Dus we hebben net gelezen dat Paulus zegt, zonde leidt tot de dood. Maar als Jezus ons weghaalt bij die zonde, dan zijn we niet meer dood. Dan is er eeuwig leven. En hij is groter dan jouw zonde. En hij wil jou vergeven voor alle zonden die je ooit hebt gedaan. Geen zonde is te erg. Je kunt nooit meer iets doen wat Jezus' liefde voor jou gaat laten wijken. Wat Gods liefde voor jou gaat laten wijken. Nooit meer. Gek, hè? En omdat je dat weet, mag je daar aan die kant bij God blijven staan. Omdat je dat weet, mag je daar blijven staan en zeggen, ah, ik ben thuis bij mijn papa. Bij mijn papa God. Want dat is die voor jou. Het is een papa die veilig is. Nog veiliger dan je aardse papa. Als je überhaupt al een veilige aardse papa hebt. Veel veiliger dan dat. Iemand die nog zoveel meer van je houdt. Jezus is groter dan jouw verleden. Daar ben ik 100% van overtuigd. En misschien, als ik dit zo vanochtend zeg, ik snap ook wel dat je een beetje denkt van, nou, ik zit hier een beetje met mijn brakke kop vanochtend en nou ja, zo. Maar misschien raakt het wel ergens iets in je. Misschien zeg je wel van, ja, Tim, je hebt wel gelijk. Ik doe inderdaad veel dingen die ik niet wil en waar ik eigenlijk nog mee af moet rekenen. Ik heb eigenlijk wel zin om dat straks in die rode zee te pleuren, zeg maar, zo. Ik heb wel zin dat God eigenlijk gewoon dat water daar overheen gaat gooien. Dat er wordt afgerekend met mijn verleden. Net zoals God dat eigenlijk al lang heeft gedaan. Weet je wat het is? Soms kost het jouw keuze om dat te doen. Omdat God nooit jou gaat overrompelen. Hij dwingt je niet. Maar geloof mij, als ik jou vertel dat er gewoon een groot, gigantisch cadeau klaar staat bij God. Het staat klaar. Jij zegt, het staat bij God. Ja, leuk. Maar het staat klaar voor jou. En God vraagt eigenlijk aan jou, wil je naar me toe komen? Wil je dat cadeau uitpakken? Ik weet niet of je van cadeautjes houdt, maar ik zou dat cadeau komen uitpakken. Ik zou er naartoe rennen. Als ik weet dat het grootste cadeau is wat ik ooit kan krijgen, dan ren ik naar God toe. Dan scheur ik dat cadeau open. Dan ga ik niet netjes zo dat stukje zitten los. Maar nee, ik scheur het gewoon open. Ik wil het hebben. Maar dat is er wel voor nodig. Het kost een keuze van jou. Om te zeggen, ik wil dat cadeau openmaken. Ik wil voor eeuwig bij mijn papa God leven. En dat mag vandaag beginnen. En ik wil dat cadeau openmaken dat hij ooit een keer voor mij aan een kruis gegaan is. Voor mij. Niet alleen voor mijn buurman. Niet alleen voor de mensen die hier op het podium heel geestelijk staan te doen. Niet alleen voor de mensen die... Niet alleen voor de voorgangers en de jeugdleiders en de aanbiddingsleiders. Niet alleen voor de superchristenen. Voor jou. Hij heeft het voor jou gedaan. Als jij zegt, ja Tim, ik heb eigenlijk wel iets. Het raakt wel iets in me. We staan daar zo meteen daar achter in de zaal. Er staan mensen die met je willen bidden. Misschien klinkt het spannend. Maar soms is het ook gewoon niet meer dan dat. Dan dat je gewoon opstaat en zegt, Oké, ik maak die keuze. En je laat het gewoon op die manier ook zien aan God. Dus ik zou willen vragen, willen jullie allemaal opstaan? Dan maken we de drempel even iets lager. We gaan allemaal opstaan en zo meteen komt gewoon de Heart Room Worship Band komt weer naar voren. En die gaan jullie meenemen in worship. En als jij zegt van, hé, dit heeft mij geraakt. Ik zeg eigenlijk, ja, er is wel iets in mijn verleden waar ik nog mee moet afrekenen. Waarvan ik wil dat God dat eigenlijk uit mijn leven weghaalt. Loop gewoon naar achter. Let niet op wat je buurman of je buurvrouw doet. Of door welke menigte je moet wurmen. Loop naar achter. Daar staan mensen die met jou willen bidden. Om die keuze te bevestigen. En jouw eeuwig leven mag vandaag beginnen. En Jezus wil zich laten zien als jouw heiligmaker. Die groter is dan jouw verleden. Zullen we dat afspreken? Oké. Laten we onze ogen nog sluiten. Dan zal ik bidden. Ja, Heer, dank u wel voor wie u bent. U bent zoveel meer, zoveel groter dan dat we in nog duizend van deze diensten kunnen beschrijven. Heer, het is zo goed om u te kennen. Het is zo goed om u te mogen kennen ook. En ik wil gewoon bidden, Heer, dat u mensen aanraakt. Heer, dat alle tieners die hier gewoon dit weekend apart hebben gezet om hier met u te zijn. Heer, dat u op dit moment spreekt. En misschien voel je jezelf warm worden of tintelen. Of denk je gewoon, ja, mijn hart klopt gewoon in mijn keel. Dit gaat over mij. Als jij zoiets hebt. Ik moet eigenlijk afrekenen met iets. Ik moet afscheid nemen van iets omdat ik naar God toe wil gaan. Doe dat dan. Heer, en zo zegenen we gewoon ook dit moment. We zegenen dit moment van keuzes maken. Het is misschien een lange, koude nacht geweest. Heer, we bidden dat dat niet in de weg zal staan voor het maken van een keuze die ons leven zal veranderen. Heer, u bent goed. U bent oneindig goed. U bent onze heiligmaker en groter dan ons verleden. In Jezus' naam. Amen. Oké.
Artroom Worship gaat lekker in worship. Doe lekker mee als je wil. Als jij gebed wil, loop dan naar achter.